Oké dan. Oké dan. Je hebt het geld betaald omdat ik het heb gezegd, pa. Weet je waarom? Jij bent mijn... Ik ben mijn dago. Je hebt die geld betaald omdat ik het heb gezegd. Ik ben mijn dago. Beter voor je, anders kan ik komen halen, bi. Ik zei, ja, kom me halen, bi. Hoor je dat? Beter voor je leven. Family British, 2000 likes op deze nieuwe video. Is een nieuwe video online, dus like. Abonneer en gebruik code kwijt, bi. In de Fortnite item shop. Vertuurt er het speed rechtgaat in Baba. En de snelste voetbaars. De grootste, best snelste, meest meedogenloze creditcode van heel Nederland en België, boys. Luister, het is weer oorlog. Het is weer oorlog. Door de kijkers van de Jordi, de k***le pussy tomaat scammers, keren schierige storm, is mijn TikTok-account weer geband. Het duurt nu sowieso minimaal een week of 1, 2 voor ik hem terugkrijg. Als ik hem terugkrijg. Waarom? Omdat die kijkers van hem al mijn TikToks hebben gespam-report. Dus jullie, de kill met de family, jullie gaan allemaal hetzelfde doen op Jordi Stormde TikTok. Spam heel zijn TikTok formatie met spam reports, hè? Jullie gaan allemaal koekje van eigen deeg krijgen, pa. Ik heb die man de video gezien. Wat een smoesje. Kijk, broer. Eerst die... Negeer die twee boys 3 dagen lang. Hij zegt helemaal niks tegen die boys. 3 dagen lang negeert hij hun. Dinsdag is die toernooi opgenomen. Dinsdag heeft hij die jongens berichten gestuurd. Vrijdag om 7 uur in de ochtend heb ik mijn video geüpload. Toen heeft hij die video gezien. Heeft hij ook gezegd in zijn eigen video. En toen, paar uur daarna, heeft hij pas het geld uitbetaald nadat hij mijn video heeft gezien. Als ik die video niet had gemaakt, had hij het geld waarschijnlijk ook nooit gegeven. Dat is echt heel groot. Of niet, Cor? Waarom geef je dan het geld alsnog een week later, zoals je dat zei? Waarom geven het geld gelijk nadat ik die video heb gemaakt? Waarom? Een paar uur daarna heeft hij de jongens uitbetaald na het zien van mijn video. Jullie dumbasses die dat geloven. Als ik die video niet had gemaakt, had hij die jongens ook nooit geld gegeven, boy. Hij heeft de jongens nooit iets gezegd van, ik geef je het geld over een week. Stuur dan de jongens een berichtje van, luister, je krijgt het geld over een week. Dan weten de jongens dat. Deze man, wat, ik moet aan mijn broer vragen zodat hij dat betaalt. Wat, heb je geen 100 euro op je rekening, pa? Hoezo moet je je broer gaan vragen, broer? Als je ergens een patatje koopt en die vrouw zich afrekenen, ga je het gewoon niet zeggen, ja, over een week. Kan toch dat niet? Zegt, wacht even, ik moet even mijn broer bellen. Ja, ik moet even mijn broer, hey broer, kan je even deze patatje zo komen betalen? Hè? Maar ik ben jouw hondje, ik ben jouw dagoe. Wat een gast. Dat zijn echt de meest zwakke smoes. Ja, ik zou ze betalen. Ik zou ze betalen, maar ik zou ze over een week betalen, ja. Over een week. Het duurt letterlijk 1 minuut om het geld te sturen, maar ik zou ze over een week betalen, ja. Of nee, wacht, ik moest het aan mijn broer gaan vragen. Mijn broer moet ze betalen, maar wel over een week, Oh, is 10 seconden werk om even op die tikje te klikken en te sturen. Bro, dat zijn zulke domme smoesjes en die mensen die dat geloven, echt. Oké, brothers, als jullie niet weten waar het over gaat, link van de vorige video, alles is begonnen, staat in de beschrijving, dus check die even. Oké, Julius, die is tweede geworden, die zou 30 euro van hem krijgen. Julius, ik ga gewoon een hele normale vraag stellen. Heeft hij ooit tegen jou gezegd, oké, bro, je hebt gewonnen, maar je krijgt het geld over een weekje? Nee. Hij heeft jou gewoon niks gezegd dat je het geld zou krijgen over een week? Hij heeft niet gezegd. Nee, klopt. Oké. Heeft hij jullie 3 dagen lang genegeerd? Ik heb al berichten gestuurd, hij had wel genegeerd. Maar ik heb nergens kunnen lezen in ieder geval. Ik heb ook nog teruggelezen. Ik heb nergens kunnen lezen dat een week zou duren. Lijkt me bijzonder. Oké, heb je het geld gelijk gekregen nadat ik die video online heb gezet? Ja, 2 uurtjes later heb ik het gekregen. Klaar, bro. Klaar toch? Maar zo simpel is het toch? Is gewoon 1 plus 1. Is gewoon 2 plus 2. Toch? Zo simpel is het. Ja, eigenlijk wel. Ja, klaar. Je kan wel smoes gaan overzinnen en meer maken dan het is. Maar ja, dit is gewoon hoe het zit. Maar ja, we hebben het geregeld, Julius. We hebben het geregeld. Als hij een smoes had verzonnen als, weet je dat, mijn hond dood of zo. Ik moest mijn hond begraven, had ik er nog meer geloofd. Oké, okay, dus, er is door mensen gezegd, dames en heren, dat ik een oplichter ben. Wegens de video van het toernooi. Het voor het toernooi met 100 euro geef ik dan uiteindelijk weg. De derde prijs krijgt 30 euro, of de 10 euro. De tweede krijgt 30 euro en de eerste krijgt 60 euro. Het toernooi is letterlijk 2 of 3 dagen geleden opgenomen. Ja, begrijp dat even. Kijk, als het nog 3 weken geleden was en ik had nog steeds niet betaald, had ik gezegd van oké, ja. Bro, 3 weken? Serieus? Je laat die mannen al 3 dagen wachten en deze man heeft over 3 weken. Ik wil niet eens doorkijken, man. Deze man irriteert mij. Ik kan zijn redenen niet eens serieus nemen. Ja, het was pas 3 dagen, maar ja, stel het was 3 weken. Broer, hou je bek, man. Of nee, over die OnlyFans, broer, over die MDMA. Daar heeft hij wel allemaal tijd voor. Maar om zijn kijkers hun eerlijk verdiende prijs te sturen, heeft hij geen tijd voor. Hou je bek, man. Dus je geeft meer om een OnlyFans wijf dan je eigen kijkers. Damn. Je wil wel haar benzine betalen. Nee, man. Voor mij staat mijn brothers altijd op nummer 1 pak. Hoe kwijt die in de point uit, Shabaan, ja. Hey, laat dat ding niet claimen, man. Dat zien ze al steeds tijd. Wat voor skins hebben we dan? Ik zie ze gewoon niet. Ja, een boom of zo. 80. Gaat eruit. Wacht, ik heb zijn muur. Ik heb 80, crack.
90, Xander. Lok. 90, nice. Die ander was low. Ja, ik ga heel gewoon. Je bent wel op. Hier. Ja, is goed. Is toch 2 tegen 1. Heel gewoon rustig. We gaan geen risico's nemen. We kunnen getimpard worden. En dan gaan we hem getten. Ik heb mijn limp. Oké. Okay. Even zijn loot getten. We zitten in een pump zo. Ah, hij is hier beneden. Ik moet weggaan. Alles een dark room. Daar gaan naar boven. Oh, waar joh? Ben weak. Waar is die loot voor mijn kill? Ik weet niet, het klinkt binnen. Ik ga hameren, ja? Ja, doe maar. Oh, goeie. 70? Dood. Ah, hij is sterk. Oh, hij is mad. Ja, hij heeft zo'n gouden pump van die garen. Heb je loot nog gevonden? Nee, die moet hier ergens zitten, man, bro. Oh, hier, op mij. Hij had ook een gouden. Hier toch? Ik ben cap. Heb je wat nodig? Ik heb 503. 503, oké, hier. Ik zet mijn steen. En hier heb je healings voor je, man. Hier was die kerel doodgaan, trouwens. Dat is van die vlag wat jij doet. Oh, ik denk al, oké. Ja, mensen schiet op mij. Als ze pushen, kunnen ze even killen. Ja. Ook als ze niet pushen, kunnen ze wel killen. Ja, snap ik. Kom, ik heb een hamer, waar zijn ze? Alleen ik ben bang dat ik uit de lucht. We kunnen ook cash, man, is achter ons. Misschien is dat beter. Misschien is dat beter. Dan heb ik pump. Let's go, man. Ja, man, ik krijg pump uit de cashes, hè. Yes. Ja, die moeten zeker. Oh, hier gaan we voor fighten. Ik wil met ijzer, bro. Ik krijg 400 ijzer eruit. Ja, maar ja. Heb jij cap dan? Want ik kan nog wel 400 gebruiken. Ja, ik heb voor je gebruikt. Kom eentje omhoog. Bro, voor mij. Kijk dat die mensen die op ons sneaken. Ik vertrouw het niet. Daar. Ja, en zie ik al. Oh, lekker. Ik wil net hameren op die man, pa. Ja, pak je loot, bro. Even wat extra steen. Heeft hij een pump? Ah, hij heeft een paarse pump. 30, 60. Ja, chase hem. Hij dipt hem. Kom op. 30, 60. Ja, beide 60. Ah, beide 60. Ik kom tegen die boom aan. Damn. Ah, meen je niet. Ja, moet je die boom pakken. Ja, kom deze ding pakken. Deze slipstream. Nee, ik mis. Ze zwemmen hier. Waar? Recht voor mij. Ik kan niet pingen. Ze gaan nu de lucht in. Kan ik niet pingen? Hier zo. Ik zie. In een bosje volgens mij nu. Ah, daarboven. Ze gaan de storm in. Ja, ook in beneden volgens mij. Oh ja, ik zie hem. Hij zie je in de boom, kijk, hij gaat weg. Nice. Hier is er ook een. Ze splitten. Ik denk het. Hij is de storm in. Ja, ik kan niet achteraan. Zeg, man, red gewoon storm in. Waar is hij? Oh, hier onder mij. Ja, oké. Okay. Hier, lucht. Ah, daar gaat hij weer. Kijk, de EDP dood. Oh mijn god, dit ding is sterk. Oh mijn god, lekker. Dat ding is heel sterk, hè. Lekker, bro, sterk. Ik ga hem halen, pa. 36. Kijk, EDP. Dood. Oh mijn god. Oh, wel abnormaal, pa. Ik moet ook die AR meenemen, pa. Ja. Als je hamer hebt, hamer erin, bro. Heb ik niet. We hebben net gebruikt, weet je nog. Je hebt je beeld. Hier. Oeh, waar zijn jullie, boy? Dood. We hebben hem, oeh. Hier zijn slurps. 2. Kan je meenemen? Ik ben een fucking aan het pushen, pa. Wat doet hij? Krek. Ik heb geen AR. Dood. Nice. Waar liggen die slurps? Hier waren slurps. Ik heb gepinkt. Hier onder me. En door. Deze loot get though. Ik heb die shit af en nodig, man. Ik heb 1. Hier vloog met iemand, dacht ik. Ah, ik weet... oh ja, daar. Maar het is al heel ver. Sketchy, hè. Kom maar, van eiland. Ja, kom. Er is een rift, dat is beter, man. In plaats van die zipline. Dan kunnen we gelijk op en landen. Ik ga gewoon met die raket. Kijk eens. Oh, ik val. Oh, geen val damage. Oké, lekker. Ik wil met hard met, man. Ja, is goed. Ja, ik was gelijk. Kom gelijk high pakken. Ja, is goed. Stop height, ik ben bij je. Ja, er zit hier niemand. Oh, hij heeft die shotgun, bro, kijk uit. Ah, dat wil ik niet tegen fighten. 30? 30 ook, oh, ja. Alle builds zijn van hem, bro. Dit is een beetje fire, man. Ja, sluur je gewoon weg. Sluur gewoon mensen hier beneden fighten. Dit is echt te veel builds, man. We kunnen hem elke keer doen. Ja, daarom. Hier. Kom maar, jump pad. Kijk deze mensen. Ja, is goed. Land op hun. Ja, toch? Oh, ik lag. Nee. Oh. Kut. Nee. Ayana. What the fuck, ook dood. Ik val ook dood. Ik pak niet jouw jump pad. Oh, nee. Je hebt die jump pad verkeerd gebouwd, bro. Voor de kwijt, bie.